Je gaat ervan uit dat alles veilig is en normaal werkt, toch? Maar is het eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Bijvoorbeeld bij stroomuitval. De gevolgen van een stroomuitval kunnen groter zijn dan je denkt. Bijvoorbeeld een brug die niet meer opengaat, een fabriek waar brand uitbreekt omdat veiligheidssystemen niet meer werken, zendmasten kunnen uitvallen waardoor mobiel bellen niet altijd meer mogelijk is. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werkt continu aan een veilige regio om in te wonen, werken en recreëren. Dit doen wij met ruim 200 beroepsmedewerkers, 23 brandweerposten en bijna 500 brandweervrijwilligers voor de 7 gemeenten in onze regio. Met bij elkaar meer dan 330.000 inwoners. Er zijn in onze regio allerlei verschillende risico's. Deze brengen we als veiligheidsregio in kaart en we bespreken met onze netwerkpartners welke maatregelen nodig zijn om deze risico's te verkleinen. Zo zorgen wij samen voor een veilige regio. En als er dan iets gebeurt, hier, hier of hier, dan hebben wij er hier al over nagedacht. Wij werken namelijk 24/7 aan de veiligheid van onze regio. Dat doen we niet alleen op straat, maar ook achter de schermen. De veiligheidsregio voert taken uit op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Hoe gaat het met het regionaal crisisplan? Ja, prima. We zijn er druk mee bezig. Wij streven naar een veilige omgeving voor de mensen die in onze regio wonen, werken en recreëren. Hiervoor werken wij met tal van partijen samen. Daarnaast informeren we inwoners over de risico's in onze regio en over wat zij zelf kunnen doen om zich hierop voor te bereiden. Maar er kan natuurlijk altijd toch iets misgaan. In dat geval komt de melding bij ons binnen hier op de meldkamer. Tijdens het aannemen van de melding verzamelen we alle belangrijke informatie om zo snel en adequaat de juiste hulpdiensten in te schakelen. Bij een grootschalig incident waarbij meerdere hulpdiensten betrokken zijn, kan opgeschaald worden naar GRIP. In dat geval komt de mobiele commando-unit ter plaatse. Hierin bespreken de officieren van dienst van de verschillende diensten de aanpak van het incident. Dit noemen we het commando-plaats-incident, kortweg COPI. In het COPI zitten naast de officieren van dienst ook nog een leider-COPI, een voorlichter van dienst en een informatiemanager. Bij een grootschalig incident met effect op de omgeving kan ook het regionaal operationeel team bijeenkomen, oftewel het ROT. Hier zitten de algemeen commandanten van de verschillende hulpdiensten bij elkaar. Zij houden zich bezig met de effecten van het incident op de omgeving en bereiden eventuele bestuurlijke vraagstukken voor. Op deze manier werken we gecoördineerd samen aan de bestrijding van het incident en de veiligheid van de inwoners van Zaanstreek-Waterland. Ook geven we voorlichting over brandveiligheid. Zo staan we met onze brandweer VR-experience op braderieën en markten. Op deze manier zorgen we ervoor dat de inwoners van onze regio weten hoe ze brand kunnen voorkomen en wat ze moeten doen bij noodsituaties. Wil je meer informatie over de risico's in Zaanstreek-Waterland en weten wat je zelf kunt doen om je hierop voor te bereiden? Bijvoorbeeld in het geval van stroomuitval? Kijk op www.vrzw.nl. Hier vind je ook informatie over actuele incidenten in onze regio en meer informatie over veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Wij staan 24/7 voor je klaar.